Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mij kanaal. Vandaag hebben we weer iets nieuws van Play-Doh en eindelijk een klei set. Dit is zelfs van Star Wars uit de serie Ken Heads, want jullie kunnen het al zien. Er zitten gezichten afgebeeld. Je ziet Darth Vader, Luke Skywalker en een Stormtrooper. En die zijn dus afgebeeld op de potjes. En dit is de AT-AT Attack. Ja, en Play-Doh. We hebben een grote Play-Doh-fan, dat is Julian. Hallo! Hoi! Ik hoorde dat jullie Play-Doh hebben. Ja, dat wil ik zien. Nou, natuurlijk, dat is geen probleem. Julian die gaat vandaag even kijken. Ik hoop dat dat jullie niet stoort, maar ik denk het niet. Zo, die kijkt vanaf daar toe. De AT-AT set dus. En dan zien we hier ook nog die laserzwaarden. En ja, dat moet dan wel Luke Skywalker zijn. En wat is dit voor machine? Het ziet er bijna uit als een soort van enorme robot-olifant. Maar dat zal het vast wel niet zijn. Het is misschien eerder van de oudere afleveringen. En van een van de oudere films. Zo, en hier kunnen we verschillende dingen mee doen. Je kunt dus verschillende scènes naspelen met deze set. En je kunt gewoon echt van allerlei klei dingetjes maken. Star Wars is van Disney natuurlijk en Play-Doh is van Hasbro. Het is voor kinderen vanaf 3 jaar bedoeld. En dan gaan we dat vandaag ook eens even proberen. Er valt ook niet erg veel te unboxen. Dat is wel duidelijk. Zo, ik knip dit wel even los. Dat gaat denk ik iets makkelijker. En als jullie nog niet geabonneerd zijn op dit kanaal, doe dat dan ook. Je kunt natuurlijk ook nog op het klokje klikken. Zo, dat is ook gelukt. Dan kunnen we nu kijken naar de kleuren. Dit ziet eruit als blauw. We hebben de set ook al wel een tijdje, dus het zou kunnen dat de klei al iets wat droog is. Maar het ruikt wel typisch naar Play-Doh. Zo, dan hebben we dat. En dan rood voor Darth Vader. Zo. Die rode klei die ziet er ook super mooi uit. Mooie felle Play-Doh klei. Dan hebben we nog oranje. En Julian, wat vind je van de kleuren? Mooi! Dat dacht ik al. Hier hebben we dus oranje. Daar gaan we zo meteen gelijk wat mee doen. En dat doen we met dit apparaat hier op de achtergrond. We kunnen dit dingetje eraan vastmaken. En dan Darth Vader, die kan daar ook nog op. Hier kunnen we verschillende vliegtuigen maken. En even kijken hoor. Oh, ik dacht dat die voeten misschien konden bewegen, maar helaas, dat zit vast. Wat hebben we hier dan nog? Ah, kijk, dat is zo'n pers. Daar kan dan denk ik een laserstraal uitkomen. We zullen het zo meteen wel zien. Dat zijn deze twee dingetjes, die rondjes. En ja, ik denk dat we wel gelijk kunnen beginnen met de blauwe klei. Zo. Ik hoop dat dat gaat werken. Dat kan hierin. Zo, dan even goed aandrukken. Oeh, heel cool. Dat werkt prima. En wat hebben we dan nog meer? Eens even kijken. Met oranje kunnen we denk ik ook wel wat doen. Kan ik zo'n vliegtuig mee bouwen? Ja, speciale Star Wars klei. Hoewel, speciaal. Valt ook wel mee. Dit kun je hier zo aandrukken. Zo. En dan eruit halen. Eens even kijken of dat lukt. Ja, oh, dat gaat prima. Cool. Een Star Wars vliegtuig. Nou, die is prima gelukt. Zijn jullie trouwens fans van Star Wars? Er was ook nog zo'n nieuwe film die onlangs was uitgekomen. Hier hebben we ook nog een andere. Even kijken, die gaan we ook eens even gebruiken, dit vormpje. Ik moet zeggen, als dit apparaat kon bewegen, dan zou dat al helemaal heel cool zijn. Maar ik denk dat dit voor Star Wars liefhebbers sowieso al een heel cool ding is. Zo, de verdedigingstoren met laser. Altijd natuurlijk lasers bij Star Wars. Oké, ik ga deze nog een keertje proberen, want die ging niet zo goed. Oké, nu ziet hij er een stuk beter uit.
Zo, die kant daar. En dan het vliegtuig. Heel goed. Julian, wat vind je ervan? Kom eens even hier. Zo, je kunt wel even erbovenop staan, bovenop de stormtrooper. Het ziet er goed uit. Dus, Star Wars can het AT-AT attack. Ja, de can het dus, de potjes hoofden zou je het kunnen vertalen. Misschien weten jullie er wel een goede vertaling voor. Dan hebben we hier natuurlijk nog die laserzwaarden. Een beetje groot voor Julian. Maar kijk, hij vindt dat vast wel leuk. Misschien is die stiekem een Jedi, Julian, bij de familie Vogel. Je weet maar nooit. Ja, dat was dus Julian. Ik hoop dat hij het leuk vond. Als jullie het leuk vonden, geef dan een klein duimpje omhoog. Als je het niet leuk vond, doe dan een duimpje naar beneden natuurlijk. En wat ook nog belangrijk is, abonneer je op het kanaal als je nog niet geabonneerd hebt. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Doei!